Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is maandag en ik heb net even een rondje met Harley gewandeld. Ik ga nu even een kopje thee drinken en dan zo even een rondje huishouden doen. Voordat ik de vlog kan editen. Nou ja, die kan ik wel editen ervoor, maar ik wil eerst de rest gedaan hebben. De wasmachine staat aan. Dus ja. En trouwens, mensen met een hond. Harley is opeens... Nee, dit is geen goede zin. Harley gromt opeens naar andere honden. En hij deed dat nooit. Ik heb Jay even gebeld. Bij Jay doet hij het ook niet. Zou dat dan echt komen door de zwangerschap? Want hij gromde nooit naar andere honden. Vindt eigenlijk altijd iedereen leuk. En... Maar opeens... Vandaag, maar ook gisteren of eergisteren was dat. Gromt hij dus naar andere honden? Kan dat komen door de zwangerschap? Ik zit er trouwens lekker oncharmant bij. Ik heb een groot shirt aan van Jay. Ik trek zo wel even wat anders aan. Maar ik dacht, dat is wel even lekker. Man. Dikke buik. Oké, eigenlijk ging ik wat doen, maar ik lig te lekker. Harley wil ook graag bij mij liggen de hele tijd. Oh, hij was net heel actief, maar... Oké, ik ga eerst even boven doen en dan doe ik beneden... is klaar. Eerst maar even wat lunchen, want het is inmiddels al 2:30. En dan hier beneden even snel stofzuigen en dergelijke. Ik heb trouwens besloten om toch maar andere volgorde te doen. Eerst editen en dan stofzuigen en dweilen. Want anders is de vlog niet op tijd. Dus dat ben ik aan het doen. Hij is bijna klaar. Ik heb stof gezogen, gedweld. De vlog staat online. Nu ga ik even deze wasmand met was opvouwen. En dan straks lekker eten. Ik hoef niet te koken. Oeh, auw. Want we hebben kippensoep van Jay's moeder. Dus dat scheelt weer. Hij zit soms zo hier in mijn zij te drukken. Dat je gewoon die voet uit ziet steken ook. Maar dat doet soms best zeer. Maar goed. Ik ga even wasvouwen. Goedemorgen. Het is dinsdag. En ik lig nog in bed. Ik heb vannacht echt heel slecht geslapen. Ik heb zo'n pijn op mijn borst. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Het is zeg maar... Mijn borstbeen en mijn ribben, denk ik. En ik denk dat het komt doordat hij nog zo hoog ligt. Maar op mijn rug liggen wou niet. Op mijn zij liggen wou niet. Alles deed pijn. Dus hopelijk vandaag nog een dutje doen. Jay moest even zijn horloge ophalen. Want die had hij weggebracht voor een nieuwe batterij. En ik heb... Ik ben even naar de Kruidvat geweest. Ik ben naar de prenatal geweest. Ik zal zo even laten zien wat we daar hebben gekocht. Gingen we eigenlijk heen voor een cadeaubon. Die hebben we, maar ook nog wat anders. En ik heb een lekkere durum. Dat is
zo'n deunenrol. Dus die ga ik even oppuzzelen. Dit heeft Jay trouwens uitgezocht bij de prenatal. Een broekje. Zo'n spijker joggingsbroekje. In maat 56 is het allemaal. Want we hadden ook nog niks natuurlijk. En dan een vestje dus met een t-shirtje. Helemaal schattig. En dan zeggen ze altijd dat het gevaarlijk is om met vrouwen ergens heen te gaan. Nou, ik weet niet. Met je is nog gevaarlijker. Ik ga even een dutje proberen te doen. En dan kan Jay me zo weer wakker maken. Ik wou al even beneden op de bank liggen. Maar in bed is het toch handiger. Want anders word ik de hele tijd wakker. Of wakker, maar kom ik überhaupt niet in slaap. Dus we gaan even hier proberen. Ik heb samen met Jay dit helemaal opgeruimd. Dus dat is ook weer klaar. En Jay heeft net... Ik zal even de camera draaien. Even de oude trafleuningen eraan gemaakt. Want de nieuwe zijn er nog niet. We hebben gegeten en gaan zo op kraamvisite bij Nick en Saskia. Lekker baby loeren. Terwijl ik nog dik ben. Goedemorgen, het is woensdag. Woensdag? Ja, woensdag. En ik ben even mijn make-up aan het doen. Ik ga zo even naar Emma rijden. Om frambozenblad thee te halen. Want dat schijnt goed te zijn om je eisen aan te vullen. Waardoor je, als het goed is na de bevalling, wat minder bloedverlies hebt. Nou ja, dat is op zijn minst het proberen waard natuurlijk. Maar een beetje stom. Gisteren waren we dus nog in Emmen. Toen heb ik er niet aan gedacht. Dus nu moet ik daar weer heen rijden. En ik kan het wel bestellen. Maar ja, dan betaal je weer verzendkosten en zo. Dus ik draai wel even heen. Verder moet ik nog wat pakketjes wegbrengen van Vinted. Dus dat ga ik dan ook meteen maar even doen. En ik weet niet zo goed meer wat ik aan moet. Ik denk dat het of een jurkje wordt, of een zwangerschapslegging. Het is dit jurkje geworden en ik heb even dit riempje erom gedaan. Voor mijn gevoel heb ik ook elke keer hetzelfde aan. Ja, heb ik ook wel trouwens. Omdat ik gewoon niet zoveel meer pas. Dus dit is de look. Ik moet nog even één ding voor Vinted inpakken en dan ga ik even. Zo, even het laatste pakketje inpakken. Go naar de tuinen. Beetje jammer, ze hadden het niet. Dus ik ga nu naar de Eco Plaza. Kruidvat, dus ik dacht ik loop daar nog even naar binnen. Want bij onze kruidvat hadden ze alleen nog maatje 1. Dus de oude verpakking van Pampers, die gaat eruit. Er zit allemaal 50% korting op. Dus ik heb even twee pakken maatje 2 en nog eentje. Maatje 1. €12 nog wat. Ik heb het gevonden. Frambozenblad en ook één zakje vrouwenmantel voor Anna. En van die zakjes. Nou, bij de Eco Plaza hadden ze het dus wel. En daar was ook Weleda tweede halve prijs. Dus ik heb nog even, want ik had... Ik heb wel potje pseudocrème, maar die van Weleda lijkt me fijner, die billenbalsem.
Dus daar heb ik even een extra tube van gehaald. Die hadden ze niet meer los, maar wel in zo'n combinatie met shampoo. Nou ja, dat ga je vast ook een keer gebruiken. Dus dat komt vast van pas. En ik heb nog verzorgende olie meegenomen. Ja, als je tweede halve prijs, dan is het zonde om maar één verpakking te halen. Dus dat heb ik gedaan. Nu snel pakketjes wegbrengen van Vinted. En... oh ja, paszegels. Paszegels halen. En dan ben ik klaar, als het goed is. Dan kan ik lekker op de bank. Het is inmiddels... hoe laat is het? 10 over 11. Zegels gehaald. En dan vraagt ze, wil je geboortezegels? Nee, ik wil gewone, want die geboortezegels vind ik lelijk. Ik zal het nog even gauw laten zien wat ik heb gehaald. Postzegels. Van die thee filterzakjes, want het is losse thee. Dus 2 zakjes frambozenblad. En 1 zakje vrouwenmantel. Die mag ik nu nog niet. Dus dat ga ik ook nog niet doen. Dit bedoelde ik dus. Omdat ze die andere niet meer hadden, heb ik deze gehaald. Eigenlijk wou ik alleen die billenbalsem, maar die was dus niet meer los. En die. Ho. En dus 1 pak maat 1. En 2 pakken maat 2. Oké, wat ik nu even ga doen is... ik heb dit ding van de IKEA. Want een collega van mijn moeder zei dat dat echt heel makkelijk was om beneden te hebben staan. Dus ik heb hier allemaal spullen die ik even daarin ga doen. Alvast een beetje. En dan zet ik hem dan terug in de voorraadkast. Dus ik heb hier nog wat mandjes. Dacht die kan ik erin zetten voor de luiers. En dan een pakje doekjes, dat soort dingen. Maar ik ga eerst even kijken wat handig is om erin te doen. Het is even een week later, maar ik heb besloten om de weekvlog in 2 te splitsen. Dus donderdag komt dan op het deel online van donderdag tot en met zondag. En nu dus maandag tot en met woensdag. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik hoop dat je ook het volgende deel van de vlog gaat kijken. Mocht je de video leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer.